Nou, daar zijn we dan eindelijk, hè? Daar zijn we dan eindelijk, hè? Ik had mijn microfoon uitstaan. Oh, dan hoor je hem niet natuurlijk, hè? Maar goed, in ieder geval, ik zal het gelijk even uitzetten, want het is echt gruwelijk irritant. Maar goed, we zijn in ieder geval weer live. En we gaan lekker Euro Truck Simulator spelen. Ik heb er zin in. We gaan even rijden. Gaan we eens even kijken, want ik had gisteren had ik ook al zitten spelen, maar dat was even een probleempie. Nogal met het een en ander. En volgens mij zit ik nog steeds in diezelfde. In diezelfde ding zit ik nog steeds. Dus dat is echt super irritant. Jep, dat dacht ik al. Dat is irritant. We kennen dat misschien als het goed is. Kunnen we dat op een andere manier oplossen? We gaan even het licht aanzetten. Nee, ik wil het licht aan hebben. Nou heb ik als het goed is het licht uit, toch? Of niet? Nou, geeft niet aan dat mijn licht uit is. Ja, zie je wel. Dat dacht ik al. Nou, dan gaan we dat eerst eens even veranderen. Zo, dan gaan we eerst even veranderen. Ik had hem toch op onder K staan, maar dat weet ik niet zeker. Even kijken, lights. Lichten. Ja, groot licht K, zwaailicht O, L en K. En dan zwaailicht is O. Waarom doet hij dat dan niet? Juist, nou doet hij het wel. Zie je wel, ik zei toch, hij mocht er gewoon aan. Hij mocht gewoon aan. Ik had dus deze geparkeerd, maar dat was dus blijkbaar niet goed. Nou, dan gaan we eens even kijken of dat ik hem even een beetje zo kan opzetten. Waarom heb ik dat ding nou niet goed gezet? Ik heb hem toch tussen de lijntjes gezet. Ik moet hem even draaien. Even kijken of ik hem goed kan zetten. Hop. En dan gaan we nog even die kant op. Zo. Nee, ook niet. Oh. Waarom staat hij nou niet goed? Ja. Staat er weer precies in. Oh. Ga eens aan de kant, joh. Oké, nou, waar moet ik hem dan heen brengen? Ik snap niet waarom die nou niet goed staat. Hij staat niet goed, zegt hij. Maar daar staat dat ding. Maar hoe kan het dan dat dat dan niet goed staat? Waarom staat hij dan niet goed? Dat snap ik niet. Oh. Nou is weer mijn licht uit. Juist. Sorry. Ik wist niet dat je boos werd, anders word ik er gelijk weer uitgetrapt dadelijk. Eens even kijken hoor. Nou, jij gaat dwars door mij heen, dus ik ga even dwars door jou heen. Ik vind het maar een heel vaag verhaal. Waarom doet hij het dan niet? Waarom staat hij dan niet goed? Ik ga hem eens even wat anders zetten. Kijk, daarom doe ik altijd gelijk van dat ik er gelijk vanaf ben, want ik vind het echt super irritant.
Oh, wacht eens even. Nou gaat hij wel aan. Ja. Ja. Ah, nou is hij wel goed. Kijk, zie je? Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Kijk, en dan gaan we weer eventjes een klein stukje omhoog. Precies, even lekker steken, Nick. Inderdaad, hè. Oké, nou, dan gaan we eens even kijken wat het huidige bedrijf aan ritjes hebt. Ja, niet echt veel. Niet echt veel, jongens. Dat valt vies tegen, vind ik. Ik vind het maar vies tegenvallen. Ik ga denk ik even wat anders proberen. We gaan even hierheen. We gaan eventjes naar... we gaan eventjes naar de... arbeidsmarkt. Dan gaan we even kijken bij externe contacten. Wat krijgen we allemaal? Wat hebben we allemaal? Zurich. We hebben Brussel. Van Getser, Denemarken. Naar Brussel. Ja, ja. Levert wel lekker veel op trouwens. Zouden we even kunnen doen natuurlijk. Moet ik wel eerst even naar Denemarken rijden. Ik ben nou in Duitsland. Ik ben nou... Waar ben ik ergens? Ik ben daar zo. Nou, dat zou wel kunnen. Dat zou inderdaad wel kunnen. Dus dan doen we even deze. Ja, 29 levert dat op. Dat is wel lekker. Hoppakee. Van Getse, Denemarken, naar Brussel in België. Fanbus is ook leuk. Ja, precies, Nick. Precies. Ja, leuk toch? Even kijken. Ik denk dat ik ook alles bij elkaar heb. Zo, waar moeten we nou heen? Oh, we moeten eerst 69 kilometer rijden. Dat kan. Waar ben ik nou ergens? Zeker draaien, zeker. Waar ben ik ergens? We moeten daar zeker uit. Oh, jongens, jongens, jongens. Ik moet hier even draaien. Hoppa. Hup. Piep. Grappig. Ah, we moeten wel met een boot. Dus dat scheelt wel. Dat scheelt wel. Oh. Ik ga wel een beetje schuin, jongens. Ik ga wel een beetje schuin. Ik moet wel netjes de rotonde pakken, natuurlijk. Hè. Ik vind dit echt een irritante camera. Ik vind deze makkelijker. Even kijken hoor. Dan rijd ik godverdorie weer verkeerd. Ja, ik rij verkeerd. Ik rij verkeerd. Nou, dat maakt niet uit. De camera staat nou niet op goed. Perfect. Dan even een rondje rijden. Dat we even goed staan. Ga aan de kant. Ga aan de kant, boef. Hij zegt dat ik hier rechts moet, of links moet. Nee, rechts. Rechts, denk ik. Rechts, ja. Dan moet ik, deze moet ik niet hebben. Die moet ik ook niet hebben. Die moet ik niet hebben. Deze moet ik hebben. Waarschijnlijk. Zie je wel. Ik zei het, ik dacht het al. Ik denk, ik moet die kant op. Hier ook netjes door. Staat die nou ontzettend te donderjagen?
Jeetje, wat zit die moeilijk te doen, joh. Die kan echt niet rijden. 30 verschillende bussen, zo. BT. Zo, die gozer kan echt niet rijden, pik. Echt, jeetje, wat een slechte chauffeur, zeg. Ik dacht dat ik een slechte chauffeur was. Die niet alles kan, maar... Deze maakt er echt een puinhoop van. Ja, gaat ook even die kant op. Controleren. Nou, inderdaad, ja, Ramon, die kan ook heel ver rijden, dat wel. Kijk, ik doe het gewoon netjes. Hoppakee, zo ertussen. Keurig hoor. Staat hier ook weer eentje half op de weg. Voel je dan een beetje aan de kant, hè? Staan bij mij ook altijd te toeteren. Ongeduldige mensen. Ja, hebben ze. Hebben ze, jongens. Dan gaan we hier zo inschepen. Inschepen die op. Oh, moet wel die kant op. Moet wel een beetje aan de kant van de goede kant van de weg blijven, hè. Wel heel erg hard. Hoppakee. Nou, wat is het beste? Ja, ga me eens even vertellen wat het beste is. Denemarken. Zweden, Denemarken. Nou, ik neem gewoon deze mee, hoor. Ik vind het best. Ik vind het gewoon helemaal best. Oké. Nou, dan gaan we eruit. Au, ik hoef helemaal niet zo end meer te rijden nou, jongens. Niet meer zijn te rijden. Kijk hoor, want dan moet ik maar ergens heen. Kun ik gewoon hier doorrijden? Ja, dat kan gewoon dus. Dat kan gewoon dus. Dan gaan we hier rechtdoor. Hier rechtdoor. En dan gaan we hier gaan gewoon de hoek om. Hier gaan we de hoek om. Nee, de hoek om. Zo, ik heb echt geluk gehad. Mijn vracht. Mijn vracht zit daar ergens. Nee, ik moet rechtdoor. Ja, inderdaad, hè. Inderdaad, hè. Laat ik hier erbij. Maken dat ding. Even vastmaken. Nou, daar gaan we weer, jongens.
weer met die boot mee. Moet ik weer met de boot mee, jongens. Moet ik weer met de boot mee. Ik kan er ook gewoon zo rijden. Maakt er ook geen reden uit. Doet, hè? Ja, dat komt zo, hè. Ik zal zo even de Ramon toeter doen, hè. Ik zal zo even de Ramon toeter doen. Nou, Nick ook weer blij, hè. Nick ook weer blij. 855 kilometer. Mijn motor eigenlijk een keertje opvoeren, maar dan moet ik nog eventjes twee leveltjes hoger zijn. Douane. Zo. Voltooid, u kunt doorgaan. Zo, hoppakee. Helemaal niks aan en dan moet ik toch op het stoplicht gaan zitten wachten. Ja, nou dag hoor. Dat duurt me te lang. Oeh, wat is dit voor kutcamera? Zo, dat was een rotcamera. Druk door een verkeerde knopje. Kreeg ineens een hele rare camera. Waar ik niet zo blij van word. Zo! Dat was een vracht die wordt tref afgereden daar zo, jongens. Zo! Goeiedag. Nou, blij dat het mijn vracht niet is. Jeetje, zeg. Ik pak
dezelfde tol als hem. Ja hoor, ik krijg alweer tol. Ik moet alweer tol betalen. What the fuck? Ik krijg er gewoon rechtdoor, joh, idiot. Wat is dit voor bullshit? €14. Wat een bullshit, zeg. Kijken hoeveel. Zo, nou, er gaat aardig wat in. Denk ik. Bijna €600 gaat erin. Zo, ik ben in ieder geval weer volgetankt, jongens. Mijn tank zit weer helemaal vol. Ik moet rechtdoor rijden. €800. Ja, het is wel duur, hè, de tol, hè. Ja, tolwegen zijn best duur, hè, in het spel. Ik van wat je ervan maakt.
Ja. Het is zo'n lekker spel om te rijden. Heerlijk. Ik vind het zo'n heerlijk spel. Gewoon lekker. Huppakee. Een routetje uitzoeken en dan heerlijk gewoon lekker die kilometers laten rijden. Dus. Ja. Ik rijd denk ik verkeerd. Of niet? Nee, ik rijd niet verkeerd trouwens.
ik reed goed. Nee, ik reed goed, jongens. Ik moet gewoon rechtdoor. Ik dacht even dat ik... Mag ik nu te wachten tot ik kan chatten? Wat is dat nou raar, joh? Aha. Vreemd. Vreemd. Raar. Vreemd en raar. Vreemd en raar. Hier komt het gevaar. Ja, ja. Volgens mij moet je wel een account hebben. Ik zag het internet iets voorbij komen van... Ik heb geen account. Volgens mij moet je wel een account hebben om te chatten. Lekker hoor, jongens. We gaan even een lekker een rondje rijden. We moeten deze afslag niet hebben, dus we gaan gewoon rechtdoor. Huppakee. Even kijken wat we op het bord zien hoor. Even kijken wat we te zien. Tassel en Hannover. Zeg. Hij haalt gewoon links rechts in. En dan gaat hij nog lopen toeteren ook. Wat een mafkees. Daar ben je echt niet goed bij je hoofd. Da-da-da-da-da-da-da. Onder de 500 al. We
lekker bezig. Ja, die motor nog eens een keertje wat betere motor, dat wat sneller gaat, dat zou wel lekker wezen. Dat is even wat lekkers, dat ik even wat harder kan rijden, dat ik ook overal wat verder sneller ben. Oh, hier ga je naar Amsterdam en Groningen, maar wij moeten. Weer maken dat je in Nederland iets verder
Nederland in kan. Dat zou wel leuk wezen. Zit daar weer iemand? Oh shit. Dat is niet zo handig wat ik nou doe. Nou, ik ga wel iets verder. Ja, ik ga wel iets verder rijden. Helemaal. Ja. Ik ga heel even uitrusten. Eventjes. Ik kan gelijk ook even de chat even lezen. Want ik kan de chat niet lezen, jongens. Zo. Even kijken, mijn tijd zit erop. Ruby, dat is wel kut, 10 minuten wachten. Ja, echt. Ik weet niet eens hoe het komt. Nee, dat weet ik ook niet. Waar gaat de reis heen? De reis gaat naar Brussel. Ik ben begonnen in Zweden was het. Zweden, Denemarken. Daar ben ik begonnen, de reis. Eigenlijk in Duitsland. Toen ben ik naar Zweden gevaren. Om een vracht op te halen. Toen ben ik de pont weer teruggenomen. En via Duitsland, Nederland rijd ik naar Brussel. Dat is een aardig ritje. Oh, ja, dat zou inderdaad wel kunnen, Nick. Dat zou wel kunnen. Ja, dat zou we inderdaad wel kunnen. Nou, ik heb op Twitch nog niet echt problemen met mensen die vervelend zijn, gelukkig. Dat scheelt wel. Op YouTube heb je sneller dat mensen vervelend doen in een livestream, in een chat, dan op Twitch. Ik heb dat op Twitch nog niet echt heel erg veel meegemaakt. Ja. Er komt er eentje achter me, zie ik. Ja, wat zit je nou toe, Tril? Die kunnen toch gewoon nog mee? Twee zelf. Er zitten er zelfs twee achter me. Mafkees! Wat een idioot, zag je dat? Zo iemand moet je gelijk melden eigenlijk, hè? Zo iemand moet je melden en je kan zo'n persoon kan je melden. Express je. Ja. Mensen, kijk, nog eentje. Dieven slaaien. Ja, je hebt er mensen bij die doen dat expres doen dat. Ik ga nog eens een keertje uitzoeken hoe ik dat kan hebben. Hoe ik dat kan veranderen. Er zijn mensen bij die zijn echt irritant. Super irritant. Ik weet niet of dat ik Amsterdam nog voorbij kom ofzo. Dan ga ik gelijk even mijn truck laten repareren. Eén ding, ik heb het wel op clip. Dus ik zou een moderator zou ik kunnen aanspreken. Moet ik even kijken hoe ik dat moet doen. En dan zou ik dus deze twee mensen, die zouden dus gelijk een band kunnen krijgen. Omdat ze expres andermans rit verzieken. Daar krijg je een straf voor. Ja, als ik de clip eventjes verstuur, dan kan ik eventjes bij, die krijgen een definitieve bond daarvoor, hè.
waar wij naartoe gaan. Zie je, kijk, de broer ik. Mijn winkel is gelijk nog wel van de zin. We hebben dus te danken aan die klootzakken die dus... ziet het rot zo hier. We moeten geen keulen en luik hebben, wij moeten gewoon rechtdoor blijven rijden. Kijk, ze rijden ook weer langzamer. Ik heb zo'n gevoel dat ze... is ook een beetje inhouden om dadelijk me nog een keer te laten crashen. Ja, je hebt er leuke mensen bij, maar je hebt er ook minder leuke mensen bij. Zo, daar is er eentje van de weg afgeraakt. Kijk, die rijdt helemaal beneden. Ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar die is achteruit aan het... Zo, er staat daar ook een in de berm, zie ik. Amsterdam is nog 40 kilometer. Langs de reparateur. Even kijken, ga ik hier even naar de hoek om. Piep. En heb ik hier ergens een tafgarage. Juist. Een tafgarage. Ja, lul. Idiot. Enter. Hier, kijk, hier heb je een auto. Kijk. En die ga ik nog wel een keer kopen, jongens. De auto is wel leuk. Oh, die is ook leuk, zeg. De Public Alternative Vehicle AI. Public. Dan is koud. En dan, ik denk dat ik toch eventjes... Ik vind die wel heel erg mooi, hoor. Die vind ik eigenlijk mooiste, eigenlijk. Configureer. Wauw, wel gaaf. Ja, kan niks veranderen. 170 pk. Nou, je kan echt niet echt dingen veranderen. Oh, je kan wel dit veranderen. Dit is wel gaaf. Ja, dan dit. Spuitwerk. Dan kan ik hem veranderen in...
Even kijken, zo. Ik wil hem zo hebben. Waarom kan ik dan die auto niet veranderen dan? Waarom kan ik die kleur niet veranderen dan? Oh, dan moet ik iets veranderen zo. Kijk, en dan doe ik hem een beetje. Zo doe ik hem dan. Dit is wel heel vet hoor, hé. Oh, wauw. Dit is wel heel vet hoor, hé. Accessoires. Pilots. Oh, ja. Aha. Pilot single. Gaaf. Je kunt dus ook weer allemaal dingen aan veranderen en zo. Een band kan je veranderen. Niet verenigbaar met chassis. Oké. Okay. Wat hebben we hier dan? Gaaf, joh. Kentekenplaat. Marco. Engels. Is dit dan? Hallo. Bijrijdingsplaat. Hallo. Gaaf, jongen. Can you hear me, guys? Kijk dit, jongens. Oh. Hij is mooi, hoor. Waar gaan we hem even neergooien, jongens? Gaan we hem even naar Usnabroek brengen? Ja, oké. Oké. Ja, jongens, ik heb een gewone auto gekocht. Fantastisch. Ik heb een gewone auto gekocht. Ja, precies. Dat is zo. Dan gaan we eerst even kijken wat. Nee, die moet ik niet hebben. Ik moet. Even kijken, de truckdealer wil ik verlaten. Ik wil de reparateur hebben. Waar zit de reparateur? Even kijken, waar zit die reparateur ergens, jongens? Waarom kan ik nou niet mijn auto laten fixen? Oeh, opleggerschade. Oh. Het is hier echt druk, jongens. Oh. Dat die. Ik wil hem even rechtdoor naar achteren rijden, maar hij gaat elke keer gaat hij. Kijken of ik dat ding kan vinden, jongens. Kijk, nu kan ik hem repareren. Hoppa. Service. Repareer alles. Kijk, dat zie je. Kijk, dat kost me alweer 66k kost me dat alweer. Daarom, hè. Ghost Hunter. Ghost Hunter. Even kijken hoor. Gebruiken mod maken. Wil je hem echt tot de moderator benoemen? Ja, dat wil ik. Zeg eens wat, Rob. Volgens mij ben je een moderator nou.
Ja, je bent moderator. Kijk maar, je hebt een groen dingetje achter je naam. Dat betekent dat je een mop bent. Je bent mot, je bent mot, jongen. Jongen, je bent mot. Ja, hou je bek. Beetje getoeter, gek. Dat kan je toeteren. Kindje. Zo, ik ben eruit, jongens. Hè, hè. Het is zo druk daar bij die dealer, joh. Dat is zo verschrikkelijk druk, maar goed, wij gaan in ieder geval weer verder. Ik heb weer geld uitgegeven en ja, ik wou gewoon nog een keer een gewone auto kopen. Dat is wat makkelijker, dan kan je wat makkelijker rijden. En met die auto kan ik dan weer een beetje plaatsen verkennen en zo, dus dat is wel leuk. Ja, sukkel. Verder, jongens, we gaan verder rijden naar Rotterdam. We gaan lekker naar Rotterdam. We hebben de stad achter ons gelaten, hier ook. Die lelijke top 20 stad. En we gaan weer door naar Rotterdam. Naar natuurlijk de mooiste stad. Er kan natuurlijk maar één mooie stad in Nederland zijn. Dat is natuurlijk Rotterdam, hè. Thank you.
staat er zelfs ook al op. Brussel staat er zelfs ook al op. Nick, inderdaad, we gaan heel even bij Hazeldonk even stoppen. Zo. Zo, we gaan heel even stoppen. Dan kan ik even een checkie roken. Even een checkie draaien voor onderweg. Ja, het is wel een leuke route van helemaal van Zweden helemaal naar België. Best een leuke route om te rijden dit, jongens. Ja. Ik vind het best wel een grappige route. Okay. Daar gaan we weer hoor. Wacht even, ik zie. Er gaat iets fout, jongens. Er gaat iets fout. Oh ja, zo. Ik kan zeggen, ik doe wat verkeerd, jongens. Ik doe wat verkeerd, maar. Ik zag de chat niet meer. Oeh. Ja, er komt er weer een paar kabakkers om. Dat dacht ik al. Kan ik rijden, jongens? Ja, ik kan rijden. Zo. En we zijn in België, jongens. We zijn in België. Allee, we zijn in België. Allee, ja. België.
Nou. Ja, ik denk dat ik echt weer vaker gaat livestreamen, jongens. Ik vind dat livestreamen toch echt wel heel erg leuk. Lekker Eurotrip simulator, metro simulator. Ik heb genoeg spelletjes om te streamen, dus ja. Staat er daar weer eentje midden op de weg daar zo. Ben ik te lul, jongens. Oh shit. Ja, op V drukken, maar ik druk op V, maar er gebeurt niks. Op V drukken, maar er gebeurt helemaal niks. Echt, jongen. Oh, nou, kijk, zie, ik ben niet de enige die, die uit de boot gevlogd is. Een ander die had ook, een ander die is ook geknald. Ik moet alleen even kijken hoe ik mijn dingen weer uitkrijg, maar goed. Uit. Zo, waar ik moet wezen, oh wat is Brussel druk, jongens. Jeetje, Brussel is echt verschrikkelijk druk. Jeetje, wat een drukte hier, oh. Ja, wat doe je nou, joh? Klootzak. Ik haal, echt waar, jongen. Doorrijden, echt waar, jongen, ik zweer het je. Gewoon doorrijden. Waar moet ik nou ergens wezen? Ik zie echt geen ene pokken, joh. Even kijken, hoor. Wereldkaart, even kijken waar die... Ik ben er toch vlakbij, of niet?
Schuifkaart, schaalkaart. Oh, ik kan maar. Oh, ik ben verkeerd gereden, jongens. Ik moet hier niet wezen. Het is hier zo verschrikkelijk druk. Ik kan amper je kont hier hoor. Het is hier zo verschrikkelijk druk. Ik moet toch iets verder rijden, denk ik. Ik denk dat ik toch iets verder moet wezen. Of niet? Dan moet ik toch hier wezen. Uitbek. We gaan gewoon even draaien. Daar knalt er ook alweer bijna eentje bovenop, man. Ja, en... rijden. Idiot dan mafkees. Nee, hier kan ik ook niet heen. Nou, dan gaan we toch even kijken of ik mijn auto kan laten. Wat gebeurt er nou? Want ze zitten weer ergens. Oh jongen, echt. Ik zweer het hier, jongen. Wat een chaos is het hier. Verschrikkelijk. Oh, ik zit daar tegen het hek om. Echt jongen, ik kan het plekje niet vinden. Het is hier zo verschrikkelijk druk met mensen. Ja, dan moet je echt draaien helemaal, maar dat is echt helemaal, nou dat goed, dat gaat makkelijker dan dat ik dacht. Dat is wel makkelijker dan dat ik dacht. Hoor. Jee, het is hier zo druk dat ik echt niet... bijna niet het kan vinden omdat het zoveel mensen lopen. Maar ik heb hem. Oké, Nick, is goed, jongen. Hoi, hoi.
Goh. Oh, jongens. Wat een gedoe, hè? Wat een gedoe, wat een gedoe, wat een gedoe. Ik ga eerst eens even heel even kijken wat er nou precies. Dan moet ik even naar 2. Nee, even naar 1. Dan moet ik eigenlijk even kijken hoe dat nou precies zit met dat centbakje. Hoe ging dat ook weer, jongens? Ik ken dat centbakje niet. Deed ik dat ook weer, joh? Ik zou het echt niet weten. Ik ga eerst even kijken hoe ik mijn. De toetsen en knoppen gaan we eens even kijken. En we gaan eens even kijken. Alarmlicht is dus F. Die moet ik eens uitzetten. Maar waar kan ik dat. Kijk links, kijk rechts. Wandelmode, fotosmode heb je zelfs nog. Hoe deed ik dat ook weer, jongens? Het is echt. Er zitten zoveel knoppen op. Activate chat. Activate snel antwoorden. Drukken om te spreken. Maar je kan, als het goed is, kon je. Er zit echt zoveel zit erop. Ik ga eerst even dit doen. Zo. Juist. Mijn alarmlichten staan in ieder geval uit. Nou. Ja, dat pakje moet er ergens tussen staan, maar waar, joh? Even kijken. We gaan even naar options. En dan gaan we naar toetsen en knoppen. Nou, dat is allemaal modifier allemaal. Dat hebben we niet. Retarden verhogen, verminderen. Drukassen, ophanging. Zwaarlicht. Cruise control zit er zelfs nog op. Oh, dat is ook makkelijk, cruise control. Oh, je kan zelfs nog ramen open en dicht doen. Dat is ook leuk. Vrachtwagen aanpassen. Adviezen. Adviezen. Assistent actie. Even kijken hoor. Even kijken. Interieur. Camera. Beweging. Wandelmodus. Fotomodus. Overige. Audiospeler, volume voor audiospeler, radiobeheer, pauzeer weergave, activate chat en toon naamplaatjes. Nee, ik kan hem even momenteel niet vinden, jongens. Ik kan hem momenteel even niet vinden. Maar goed, we gaan even wel. Het bakje moet er ergens tussen staan, maar waar, joh? Ik zou het niet weten. We gaan eens even kijken of we vanaf hier ergens nog een ritje hebben. Weer terug naar Rotterdam. Want dat zou ik wel ontzettend leuk vinden. Externe contacten. We hebben allemaal. Even kijken. We hebben Nuremberg, Duitsland. We hebben. Kristiansand. Dat is Noorwegen. Noorwegen is ook wel een keer leuk om te doen. Even kijken. Noorwegen. Denk ik dat het is. Kijk, Noorwegen, daar zijn we ook, voor mij ben ik ook nog nooit geweest. Ik ben wel in Denemarken geweest, in Zweden ben ik geweest. Maar Noorwegen, ja. Daar ben ik nog nooit geweest. Het is ook wel een leuk ritje, is dat. Wat vinden jullie, jongens? Zullen we Noorwegen doen? Zullen we naar Noorwegen rijden? Het lijkt me wel echt ontzettend gaaf. Om naar Noorwegen te gaan. Ik denk dat we even Noorwegen gaan pakken, jongens. Noorwegen is wel echt ontzettend gaaf.
Noorwegen, deze gaan we doen. Noorwegen, jongens. Opdracht starten. Volgens mij ben ik nog nooit in Noorwegen geweest. Ik kan het me echt niet herinneren dat ik in Noorwegen geweest ben. Dus, ja. Dat is ook wel een keer leuk om te doen. Al zeg ik zelf. Twee kilometer verderop staat mijn lading. Oh, ja. Waar staat mijn lading? Ik denk dat dat mijn lading is. Ik weet het nog niet zeker. Nee, dat is zijn lading. Daar gaat hij nou ineens mee aan de haal. Waar is mijn lading dan? Waar is mijn lading, jongens? Even kijken, waar is mijn lading dan? Oh, er staan twee ladingen tegelijk staan er. Oké. Zo, mijn lading is binnen, jongens. Oh ja, zie je weer een andere lading dan ik heb. Snowball. Yep, daar gaan we, jongens. 1221 kilometer. Wow, dat is wel heel veel. 1221 kilometer, jongens, moeten we rijden. En daar is het een file, want er zit iedereen tegen elkaar aan. Kilometer, jongens. Oh, oh, oh. 1220.
Ja, hier moet je echt voorzichtig rijden. Dat ik maar eenmaal op de snelweg zit, dan kan je weer aardig planken, weet je. Maar het is hier zo verschrikkelijk druk. Ongedonderd. Oh shit.
Ja, precies. De eerste pomp die pak ik dadelijk gelijk op. Ja. Nou, kijk, hij is bijna leeg, hè. Er zit maar een klein beetje in. Dus ik moet even. Als ik er weer ga, eventjes naar. Een pompje hebben. Hou op. Dus even poort op de dok aanhouden. Rotterdam Centrum. Kijk, Rotterdam Centrum, hoe druk het daar is. Al die blauwe dingetjes zijn allemaal mensen. Kijk, er komt er eentje. Gewoon doorrijden, hè? Gewoon doorrijden. Helemaal niet van joh, ik zal eens even stoppen of zo. Nee hoor. Echt jongen, onbehouden mensen zijn er. Expres. Expres, ja. Totaal niet kijken waar je rijdt. Hey Rob, kijk eens wat ik zie. Ik zie wat, Rob, ik zie wat. Een pomp. Een pomp. Ik zie een pomp.
Hoppakee. Zo, 1043. 1043. Er ging in totaal 557,67 liter ging erin. Hey. Aardig wat. Aardig wat. Wie staat er nou weer te toeteren? Oh, er is er nog eentje die moet tanken. Nou, dan gaan we dat even doen. Kan hij ook gelijk gaan tanken. Hoppakee. Was er nog eentje met hoge nood, zag ik. Nog 1000 jongens. Even kijken. Ja, nog 1000. Nog niet. Nog geen 1000. Ja, nu is het 1000 nog maar. 999. Schade, Jezus.
rechts achter me. En dan doe je ook. En we zitten in Duitsland. Turkije en zo, dat, die ga ik ook binnenkort even een keer halen. Dat vind ik ook wel gaaf. Ja, Balkan is dat. Die is ook wel heel gaaf. Ja, het zijn allemaal DLC's hè, die je kunt kopen. Dan kun je dus weer een uitbreiding heb je dan weer. Dus dat is wel gaaf. Ja, naar Turkije wil ik ook wel een keer rijden. Dat vind ik ook wel, gaaf hoor, hey, naar Turkije en zo. Dat lijkt me ook wel echt heel erg kicken. Want het is best wel aardig wat kilometertjes.
zou best kunnen. Ik heb wel een keer een DLC, zo'n gratis DLC gedownload. Thank you.
even een rambonnetje. Hey Ramon. Ramon. Was het te meer, hè?
mij, hoe is het nog 500 kilometer? Denemarken zitten we nou in. We zijn in Denemarken. We zijn in Denemarken. Dan wordt die baan weer geel gemaakt.
kan je precies zien waar je wel en waar je nog niet gereden hebt. Ja, dacht ik ook. Ik dacht ook dat we de map moesten hebben. Kilometer nog, jongens, dan zijn we er. Dan zijn we weer op de plek van bestemming. Kijk, en hier zie je bijna helemaal niemand, joh. Er zijn echt bijna niemand is hier qua spelers. Oh, toevallig komt er net eentje aangereden, maar. Zie je, doet het ook nog even vrolijk even terug. Het is hier echt rustig. Hier is het alweer een stuk minder druk dan. Dan in zeg maar onze regio. Europa, daar is het een stuk drukker, dus, maar het is wel leuk, toch? Of 88, nee, nog 267 kilometer, 88, dat is de snelheid wat ik rijd, nee, nog 265 kilometer. Oh. We scheuren lekker door.
Zeker weten. Ja, sommigen doen het wel, sommigen doen het er niet terug. Ja. Daar kan ik niet uitspreken. Charles ontdekt. Oké. Okay. Hey, en ik zie car repair, zie ik. Een stukje verderop te gaan, maar ik weer even de auto laten. Vrachtwagen weer even laten fixen. Eigenlijk even nodig gehad, maar goed. Iets verder rijden. Service. Zo, 45.000 euro, hé. Jezus Christus, maar ja, ik heb het wel nodig. Ik heb het wel nodig. Ik heb het wel nodig. Kijk, hier moeten we inschepen, Rob. Hier moeten we inschepen. Duur grappie, ja, zeker weten. Kijk, want hier moeten we ons laten inschepen.
Hoppakee. Reistijd 3 uur en 15 minuten. 17 uur en 15 seconden. 3 uur. Neem maar die wel. Hoppakee. Nou gaan we naar Noorwegen, jongens. Hoppakee. Ik ga er wel eens omheen. Wat nou opleggen gaat. Oh, ik rijd daar tegenaan. Oh, dat is dom. Ja, 3 schade. Nou, ik ga daar wel even keren. Ik ga daar even keren. Dat is makkelijker. Kijk, ik hoef nog maar 1 kilometer te rijden nou. Draaien. Hoppakee. En dan gaan we er daar weer uit. Zo. En dan gaan we die kant op. Ja, dat dacht ik al. Draaien is kut. Draaien is echt kut. Maar goed. Even kijken hoor. We moeten hier ergens wezen. Ook daar moeten we al wezen. Kijk, daar moeten we wezen, jongens. Daar moeten we wezen. Enter. Nou, laten we het makkelijk houden. Huppakee. De rode vlag. Waar zit de rode vlag? Basis de rode vlag. De rode vlag. Oh, dat gaat niet. Zo, terug. Dat gaat niet. Oh, dat kan ik door eens heen. Dat is makkelijk. Niet te ver, want anders dan. Oh, hier moet ik hem parkeren. Ik moet hem denk ik wel even recht zetten. Zo. En dan. Ja, blijf bovenop mijn donder staan kabouter. Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon helemaal. Oh, 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 oh. Nee, niet zo. Moet ik hem andersom zetten? Draaien, denk ik.
Wacht even, weet je wat ik doe? Ik zet hem maar gewoon even zo. Nee, ik heb weer de verkeerde kop. Waarom gaat hij nou elke keer draaien, dat kutding? Nee, helemaal niet zo. Oh, helemaal draaien, dat irritante persding. Hou je bek. Beetje getoeten. Ja, tuurlijk joh, schade. Nee, weer niet. Tjonge, jongen, hij gaat elke keer de verkeerde kant op, joh. Hier, weer die kant op. Weer die kant op. Ja, tuurlijk, joh. Weer die kant op. Ik stuur twee keer die kant op en twee keer gaat hij de verkeerde kant op. Nee, allemaal niet die kant op, allemaal die kant op. Oh, allemaal die kant op. Nee, die kant, die kant. Nee hoor. Nu wel. Nou heb ik hem wel. Hoppakee. Zo, hoppakee. Lekker hoor. Lekker jongens. Ik heb... hoe heet dat? 1081 kilometer heb ik, is mijn afgelegde afstand. Benodigde tijd 1 uur en 1 minuut. Ik heb in totaal 523,5 liter brandstof gebruikt. World of Truck opdrachten afgeleverd 29. Lange afstand levering bonus voorrang, varingsheidsrang 6. Mooi man. Ja, lekker. Ik vind hem wel lekker, jongens. Ik vind hem wel lekker. Perfecto. Nou, helemaal niks mis mee, jongens. Ik ga hem neerleggen. Het is inmiddels al 11 uur. Dus ik ga hem neerleggen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit komt ook op mijn YouTube-kanaal. En voor de mensen die dit op YouTube kijken, volg mij even op www.twitch.tv/itsultrex. Want deze livestreams, als je die nou eens een keertje echt wil zien en niet vanaf de video, maar gewoon echt live zien, dan kun je dat doen op www.twitch.tv/itsultrex. Dus deze video kunnen jullie dus terugkijken op YouTube. En ik zou zeggen jongens, een hele fijne avond verder. En ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Like en abonneer eventjes. Ja, voor de YouTubers en voor de Twitch-kijkers, doe eventjes volgen. Dat zou wel ontzettend leuk wezen. Kost niks. En ik ga nog veel meer van die hele leuke Euro Truck Simulator 2 video's maken. En Euro Truck Simulator 2 livestreamen. Dus
bij deze doe het eventjes. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende livestream maar weer. Bye bye. Hoi.